Biogasinstallaties maken duurzame energie uit mest en afval. Sommige mensen hebben de indruk dat hier een geurtje aan hangt. Wim Kuster en Seine Roelofs van Biogas Plus laten ons zien dat biogasinstallaties tegenwoordig duurzaam worden gebouwd, waarbij men rekening houdt met mens, dier en milieu. Ja, we staan hier bij een biogasinstallatie. En in een biogasinstallatie wordt organische biomassa omgezet in methaangas. Dat noemen we biogas. Het biogas dat gaat naar de motor, wordt daar verbrand, wordt stroom van gemaakt en ook warmte. De warmte wordt hergebruikt. Je kunt ook in plaats van stroom maken groen gas maken. Dan wordt het biogas opgewekt tot groen gas en dat gaat op het aardgasnet in Nederland. De vaste producten, de biomassa, die wordt gedoseerd in een ring om de vergister heen. Daar wordt het opgemengd met vloeibare producten, zoals drijfmest. Het wordt gehydrolyseerd en met een pompsysteem gaat het in de vergisters. De bacteriën worden gevoed en kunnen methaan produceren. Elk uur gaat er een klein beetje voeding in de vergisters. De biogasinstallaties worden zowel op boerderijschaal als op een industriële schaal gebouwd. Biogas wordt opgevangen onder gasdichte daken en wordt vervolgens in de warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte. Of het biogas wordt opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit. Maar hoe wordt een biogasinstallatie precies gebouwd? Wim Kuster laat het ons zien. We zijn nu in Hardenberg en we zijn hier op het moment een nieuwe biogasinstallatie aan het bouwen van ongeveer 1,5 megawatt. Een installatie met zowel een menghydrolysering, vacuumdruktank en uiteindelijk ook een droge installatie om de restwarmte te kunnen gebruiken. Het vacuumdruktankpompsysteem heeft een aantal voordelen. We kunnen vloeistoffen verpompen met heel veel droge stof. En ook producten waar potentieel wat stenen of wat zand of stukjes hout in zitten, kunnen we gewoon verpompen. Want de pomp zelf verplaatst alleen maar lucht en de biomassa gaat niet door de pomp, waardoor we geen slijtage hebben. De pomp is heel flexibel, omdat we zowel vloeistoffen kunnen verpompen met een hoge viscositeit, maar ook met een lage viscositeit. Dus in principe zijn we heel flexibel in een soort biomassa die we kunnen verpompen. Een biogasinstallatie kan interessant zijn voor melkveehouders, varkenshouders, maar bijvoorbeeld ook voor energiebedrijven of afvalverwerkende bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook voor de levensmiddelenindustrie. Eigenlijk voor iedereen die organische reststromen over heeft. Een biogasinstallatie is duurzaam omdat er alleen afvalstromen, reststromen worden vergist. Dus het is niet zo dat er levensmiddelen worden vergist, bijvoorbeeld mais. Maar echt alleen organische reststromen waar verder geen duurzame toepassing voor is.